Welkom op het kanaal van de Meester in Leren.nl. Deze video gaat over het ICAT-instrument van Van de Grift. Na het kijken van deze video weet je hoe het ICAT-formulier opgebouwd is, hoe je een les behoort te observeren met het formulier en hoe je een score kunt interpreteren zodat er concreet verbetergedrag uit naar voren komt. ICAT staat voor International Comparative Analysis of Learning and Teaching. Het ICAT is een meetinstrument en meet effectief docentgedrag door middel van observatie. Het model werd ontwikkeld op basis van onderzoek naar prestaties van leerlingen. Van de Grift haalde uit dit onderzoek allerlei docentgedrag dat hij samenvoegde in het model en zeer uitvoerig testte op betrouwbaarheid en validiteit. Zo bleek uit het onderzoek dat uitslagen van het ICAT daadwerkelijk samenhangen met hogere uitslagen op de CITO-score van leerlingen. Het model had als doel om de kwaliteit van het primair onderwijs te onderzoeken en te verbeteren. Inmiddels is het model ook breed in gebruik genomen in het voortgezet onderwijs. Leuk, maar wat kun je hiermee in de les? ICAT geeft concreet gedrag aan de hand waarvan een docent zich kan verbeteren. Het ICAT is bruikbaar voor het begeleiden en de professionele ontwikkeling van leraren. In deze video leg ik uit hoe je het ICAT moet gebruiken en hoe je de score kunt interpreteren zodat je concreet verbeterd gedrag overhoudt na de observatie. Het ICAT heeft 7 schalen, namelijk veilig en stimulerend leerklimaat, effectieve lesorganisatie, duidelijke en gestructureerde instructie, intensieve en activerende les, afstemmen van instructie en verwerking, leerstrategieën en betrokken leerlingen. Deze schalen kennen aparte indicatoren en voorbeeldgedrag. Ik zal eerst laten zien hoe deze schalen zijn opgebouwd en welk gedrag gezien wordt als effectief docentgedrag. Daarna zal ik ingaan op hoe je moet observeren met het ICAT-instrument en als laatste hoe je de scores kunt interpreteren. Grofweg kun je de schalen opdelen in basisvaardigheden en gevorderde vaardigheden. Een beginnende leraar kan vaak de eerste 4 schalen op voldoende niveau uitvoeren. De volgorde waarin leraren de vaardigheden leren beheersen is min of meer hetzelfde. De schalen lopen op in complexiteit en zijn voorwaardelijk aan elkaar. Een veilig stimulerend leerklimaat is net wat makkelijker dan een efficiënte lesorganisatie. En na efficiënte lesorganisatie komt een gestructureerde instructie enzovoort. Op zich logisch en je kunt je vast voorstellen dat wanneer je nog geen duidelijke uitleg kunt geven, het geen goed idee is om te gaan differentiëren met een klas. Ga ook niet aan de slag met het activeren van leerlingen als de lesorganisatie nog onvoldoende is. Dit wordt waarschijnlijk een rotzooi zonder leerwinst en daar doe je jezelf en je leerlingen geen plezier mee. Na ongeveer 3 jaar leservaring zie je dat de meeste leraren ook de gevorderde vaardigheden op een voldoende niveau kunnen uitvoeren. Noem ze gevorderde leraren. Veel leraren vinden hier het einde van hun professionele ontwikkeling. Hiermee bedoel ik niet dat ze niets meer leren, maar wel dat ze niet doorgroeien tot een profvoetballer onder de leraren. Daar is overigens niets mis mee, want deze leraren beheersen hun vak goed. Er zijn ook leraren die wel door blijven ontwikkelen in alle schalen. Dit vraagt om deliberate practice of doelgerichte oefening. Deze leraren ontwikkelen zich door tot expertleraren. Om invulling te geven aan de schalen kun je denken aan thema's zoals orde houden, klassenmanagement, leerdoelen, begeleidingsstrategieën, activerende didactiek, feedback, differentiëren, educational needs, leerprocessen en motivatie. Maar ook meer fundamentele thema's zoals leertheorieën, de onderwijsblend, intelligentie en de hersenontwikkeling. Deze lijst is niet volledig en bedoeld om je een idee te geven in welke hoek je meer video's en theorieën kunt zoeken wanneer je verder wil verdiepen. We gaan nu een niveautje dieper naar de indicatoren en het gedrag. Het ICAT-instrument ziet er zo uit. Als je nu denkt, wow, wat moet ik hiermee? Dat kan ik me voorstellen. Als je het ICAT voor het eerst ziet, is het nogal veel informatie die op 2 pagina's gepropt staat. Aan die complexiteit gaan we wat doen. Aan de hoeveelheid overigens niet. Die blijft hetzelfde. Je ziet hier de schalen die we net al noemden. Daarachter staan de indicatoren. Achter de indicatoren vind je voorbeelden van goed gedrag in de onderwijspraktijk. Laten we inzoomen op de schaal veilig en stimulerend leerklimaat. Als ik bij leraren in de klas ga observeren en ik kijk specifiek naar deze schaal, dan gebruik ik de 4 indicatoren van deze schaal. De eerste is, de leraar toont in gedrag en taalgebruik respect voor de leerlingen. Deze score ik op een niveau van 1 tot en met 4. Niveau 1 is overwegend zwak en 4 is overwegend sterk. Vanaf een 2 spreken we van een voldoende. Als observator zomaar een score geven voor de schaal is niet zo zuiver. Daarom komt de score voort uit het gedrag dat ik heb gezien in de klas. Dit is waarom elke indicator voorbeelden van gedrag heeft. De eerste indicator, de leraar toont in gedrag en taalgebruik respect voor de leerling, heeft als voorbeeld van gedrag de leraar laat de leerlingen uitspreken en de leraar luistert naar wat de leerlingen zeggen. Deze score ik op waargenomen of niet waargenomen. Dus als ik het niet gezien heb, dan is het een 0 en als ik het wel gezien heb, dan is het een 1. Hieruit komt de score op het niveau voor de indicator. Let op, dit gebeurt niet door een optelsom van al het geobserveerde gedrag,
maar een interpretatie van wat ik als observator gezien heb. Het kan dus zo zijn dat ik maar één soort gedrag gezien heb, of zelfs een ander gedrag dat in lijn ligt met het tonen van respect voor de leerlingen. En dat ik op basis daarvan een niveau, een score geef van een 4. Het kan ook andersom het geval zijn. Ik heb al het gedrag gezien, maar het was niet zo goed. Dus geef ik de score 1. De verschillende niveauscores op de indicatoren leveren vervolgens een schaalscore op voor een veilig en stimulerend leerklimaat. Je hebt een score nodig op alle indicatoren voor een schaalscore. Het is niet mogelijk om maar een deel van de indicatoren te observeren. Dit maakt de score op de schaal waardeloos. Het is wel mogelijk om de indicatoren of zelfs een hele schaal niet te observeren, omdat je het gedrag simpelweg niet gezien hebt. De schaalscore zal dan ook lager uitvallen. Dit is niet erg en zie je veel bij docenten in ontwikkeling. Zij zijn simpelweg nog niet toe aan de complexere schalen. Een aantal aandachtspunten bij het observeren. De eerste twee punten heb ik net al behandeld. Een schaalscore is het gemiddelde van de indicatoren en de schaal. Een missende score bij de indicator maakt de schaalscore waardeloos. Kies bij twijfel laag. Twijfel je tussen 2 of 3, kies dan voor 2. Je kunt het instrument beschouwen als een meetlint dat je goed moet gebruiken. Leg je een meetlint scheef neer, dan is de afstand die je meet onjuist. Hetzelfde geldt voor het ICALT. Gebruik het zoals het bedoeld is. Oefen met het gebruik van het ICALT. Als dat haalbaar is, observeer dan de lessen samen met collega's, zodat je deze kunt bespreken en kunt kalibreren. Nu het interpreteren van de score, zodat deze bijdraagt aan je ontwikkeling als leraar. Hoe trek je de juiste les uit de observatie of als je observeerder bent, hoe geef je de juiste feedback? Wanneer je wil leren is het belangrijk dat je in de zone van naaste ontwikkeling bevindt en niet in de frustratiezone. Iedereen kent wel het gevoel van frustratie wanneer een leertaak veel te moeilijk is. Je kunt er dan niets mee. Wanneer je feedback geeft en je krijgt de reactie, oh leuk, ik ga het proberen, of aha, had dat eerder gezegd, dan had ik het direct gedaan, dan zit je goed. Bekijk voor meer informatie over de zone van naaste ontwikkeling en feedback geven de video's daarover. In het ICALT kun je deze zone van naaste ontwikkeling als volgt vinden. Zoals we benoemden, zijn de schalen oplopend in complexiteit. Daarom is het vaak zo dat een observatie er zo uitziet. De score, grofweg, wordt steeds lager. Je vindt de zone van naaste ontwikkeling bij de eerste schaal die onder de 2,5 scoort. Meestal volgen er na de score onder de 2,5 ook alleen maar lagere scores, zoals in het voorbeeld te zien is. In dit geval bevindt de zone van naaste ontwikkeling zich dus in de schaal intensieve en activerende les. Dat is top, maar waar ga je nu aan werken? Het is te vaag om te werken aan een intensieve en activerende les. Daarom kijken we weer naar de voorbeelden van een goede praktijk. Om tot het gedrag te komen kijken we eerst naar de zwak scorende indicator. Stel je voor, een leraar had de score op de indicator van 3, 1, 3, 3, 3, 1, 2. Vervolgens gaan we bij de indicator die het laag scoort op zoek naar het gedrag dat niet geobserveerd is. In dit geval zijn het de indicator stimuleert het zelfvertrouwen van de zwakke leerlingen en zorgt voor interactieve instructie. Wanneer bepaald gedrag niet geobserveerd is, zijn dit mooie concrete aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld, geef op een positieve wijze feedback op vragen van zwakke leerlingen en honoreer hun bijdrage. Bevorder de onderlinge interactie tussen de leraar en de leerlingen en tussen de leerlingen onderling. Dit is concreet gedrag dat je de volgende les kunt verbeteren. Op deze manier kom je van een observatie tot de schaal die voor jou interessant is en gebruik je de zwakke indicatoren om tot de concrete gedragingen te komen waarop je kunt focussen in de volgende les. Een kind kan een was doen. Vind je deze video tot nu toe behulpzaam? Klik dan op de subscribe button. Hiermee laat je YouTube weten dat deze video nuttig is en help je mijn kanaal verder. Heb je een vraag of opmerking? Zet die dan in de reacties onder de video. Ik lees ze zelf en doe mijn best je een bruikbaar antwoord te geven. Nog twee uitzonderingen. Soms is het zo dat de score niet zo netjes afloopt en ziet de score er bijvoorbeeld zo uit. In deze gevallen is het de vraag of de zone van naaste ontwikkeling zich bevindt in de eerste score onder de 2,5 of de tweede score onder de 2,5. Ofwel, moet deze leraar zijn ontwikkeling focussen op de schaal intensieve en activerende les of de schaal leerstrategieën aanleren? Ben je de observator, ga in dit geval dan samen met de leraar na of de score bij een interactieve activerende les klopt en dat dit inderdaad de schaal is waarin gezocht moet worden naar ontwikkelingspunten. Of dat er een foutje in de observatie geslopen is en de schaal leerstrategieën aanleren de juiste schaal is om de ontwikkeling op te richten. Leraren weten dit vaak vlekkeloos van zichzelf. Daarna kun je binnen de schaal weer te werk gaan, zoals ik net al vertelde. Zoek de laagscorende indicator en het gedrag dat niet geobserveerd is als aanknopingspunten ter verbetering. Ook komt het soms voor dat de cijfers een groot rommeltje zijn. In dat geval is er iets fout gegaan tijdens observatie of in de les. Plan in dit geval gewoon een nieuw observatiemoment in. Maak niet de fout om slechte observaties toch te gaan interpreteren. Hiermee doe je meer kwaad dan goed. Het ICALT-instrument is een lesobservatie-instrument voor effectief docentgedrag.
Het instrument is uitermate geschikt voor leraren die zichzelf willen ontwikkelen of voor de begeleiding van leraren. Hier wordt het voor ons als leraren interessant, want bij goed gebruik geeft het ICALT aan de hand van observaties concreet docentgedrag dat je kunt gebruiken om als leraar te verbeteren. Het ICALT kent 7 schalen, namelijk veilig en stimulerend leerklimaat, effectieve lesorganisatie, duidelijke en gestructureerde instructie, intensieve en actieve les, afstemmen van instructie en verwerking, leerstrategieën en betrokken leerlingen. De schalen zijn oplopend in complexiteit en je kunt de schalen opdelen in 3 schalen die behoren tot basisvaardigheden en 4 schalen die behoren tot de gevorderde docentvaardigheden. De meeste startende leraren beheersen de basisvaardigheden op een voldoende niveau en kunnen ook activeren. Na ongeveer 3 jaar leservaring zie je dat de meeste leraren ook de gevorderde vaardigheden op een voldoende niveau uit kunnen voeren. Het ICALT-instrument bestaat uit 2 pagina's waarop de schalen staan met daarachter verschillende indicatoren. De indicatoren hebben op hun beurt voorbeelden van concreet te observeren docentgedrag. Wil je na de observatie weten waarin je kunt verbeteren, ga dan op zoek naar de eerste schaalscore die onder de 2,5 scoort. Als je deze gevonden hebt, focus je binnen deze schaal op de laagscorende indicatoren en het concrete gedrag dat in jouw les niet geobserveerd is. Zo vind je de concrete aanknopingspunten waarmee je aan de slag kunt in jouw ontwikkeling als leraar. Er zijn meerdere manieren om als docent te verbeteren. In de reeks video's over begeleidingsstrategieën ga ik dieper in op een aantal theorieën. Klik op de link in het scherm om deze reeks video's te bekijken. Voor meer kennis over onderwijs, leren en lesgeven kun je ook een kijkje nemen op de Community voor Leraren.